Ik loop hier samen met Ben is Running. Woehoe. He's from the UK. We zijn onderweg naar Amsterdam, want op zondag gaan we de halve marathon lopen van Mizuno. Ik ben uitgenodigd om daar zo de wedstrijd te lopen. Ik mag gelukkig gewoon op een niet te harde pace lopen. De beentjes zijn nog wel van zondag voelbaar. Het is nu vrijdag, we kunnen daar wat extra dagjes blijven om lekker even in Amsterdam te zijn. Dus heel veel zin in. Ready? I'm ready. Ready. Kijk deze groep. Besef dat deze draak de SOA is. Deze, hè? Deze draak is gewoon de SOA. Ah, god damn. What a higher place. We go into the hotel. Kijk eens aan, dat ziet er mooi uit. Kijk. Het bordje staat er al. Dit moet goed komen. 707 jongens. Let's go to the room. Oh. Look at this. Kijk, een lounge area. And we have very nice room. Very good, very good. Shadowbass met deze mooie bakjes. We made it in Amsterdam. We zien een mooi gebouw aan de overkant. Nu moeten we zoeken naar eten. We need food. Eten voor de verandering, pizza. Very nice. Klik hem even aan. Ontbijtje jongens, lekker hoor. Kijken. Oh. Kazijntjes. Very good. Niks ontbijt jongens, maar kijken. Een chocolade toetje. Prisha, berry. Goedemorgen, vandaag is het ophalen van het startnummer bij de Marathon Expo. Ga ik jullie allemaal natuurlijk in meenemen. We hebben net lekker ontbeten en ik ga ondertussen nog even naar een opdracht. Dus ik ga heel eventjes richting Utrecht, daar moet ik een wedstrijd opnemen. En dan kom ik daarna terug om bij de Expo het startnummer op te halen. De Mizuno kit op te halen, schoenen, alles erop en eraan. Dus ik heb er wel veel zin in. Nou jongens, we zijn de Backyard Ultra aan het opnemen. En wat is dat? Een wedstrijd. Er doen 15 mannen mee. Je moet 6,7 kilometer uit mijn hoofd moet je lopen in een uur. En je gaat eigenlijk door tot en met je het niet meer haalt. Dus dit is een wedstrijd die duurt gewoon meerdere dagen. En ik ben nu voor het eerste blok eventjes bij de start. En ik kom dan over een dag weer terug. En daarna weer een avond. En dan moet het ongeveer het einde zijn. Dus camera mee. We zijn lekker aan het opnemen. En wel bijzondere opdracht in ieder geval. Dit is de start. En hier moeten ze allemaal elk uur staan om weer te starten. Ze zijn net een uurtje bezig. Ze zijn net weer weg. En dan film ik het allemaal. We gaan nu richting Amsterdam om naar de expo te gaan. Dus going back to the hotel. We zijn terug in het hotel. We gaan nu richting het Olympisch Stadion om het nummer op te halen. De schoenen en de kit. Let's go. Het hotel waar alle atleten zijn. Lekker dichtbij, want dat
is het stadion waar de start is. Zie je daar? Oh, met de bakjes. Bam! 730 mystery guest. Oh, daar is het. Helemaal goed, helemaal goed. Nee, dan ga ik weer even aan de slag, dankjewel. Zebra bra. We lopen nu 3 minuten en 20 kilometer per uur, op zich gaat het wel lekker. Het zijn zachte schoenen, maar ze hebben wel een beetje bouncy erbij. Zebra outfitje jongens, de schoenen, mooi broekje, nummertje. We gaan ervoor. Hashtag Smurl jongens, zodat je het weet. Hashtag Smurl. Half uurtje voor de start. Hey, we gaan lekker inlopen. Het broekje is wel echt, normaal gesproken heb ik ze nooit zo kort. Dus het lijkt net een jurkje nu. Maar op zich prima. Rustig inlopen en dan lekker dadelijk vanaf de start gaan we knallen. We gaan op een leuke manier lopen, dus geen PR. Maar wel gewoon lekker een beetje. Dus heel veel zin in, kijk hoe deze schoenen lopen. En nu even lekker een kilometertje of, nou ik weet het niet, even lekker inlopen, ik zie het wel. We zijn in het startvak, we gaan een beetje naar voren. Ik had een goed feestje met mezelf in het startvak en Krisha die stond klaar om te filmen. En wij zijn klaar voor de start. De halve marathon van Amsterdam. We gaan hem lekker op gevoel lopen, niet te veel stress en genieten. Langs de kant veel support gehad, net als deze jongens. Ik wilde hier een high five geven. Maar helaas, hij miste. Omdat ik vorige week de marathon van Eindhoven heb gelopen, wil ik nu een comfortabel tempo, dus ongeveer 3 minuten 30 de kilometer. We lopen iets voorbij 2 kilometer. Het is rond de 3:30 pace denk ik. Dus we zijn gewoon ietsje harder gestart.
Nou, we lopen gewoon lekker op gevoel een beetje tussen deze wedstrijd uit. En dan gaan we wel zien waar ik de schrift stand. Maar we zijn 2 kilometer verder nu in ieder geval. Ik loop hier samen met Ben is running. He's from the UK. And he's also running it a little bit slower. What's your name? Andreas. Andreas, with Andreas and Ben. And we're doing good. Let's go. So windy, so windy. Very windy. But look at the shoes, Ben. Yeah, the shoes are great. Ben was ook door Mizuno uitgenodigd om in hun kit te lopen. Dus hij liep ook een iets rustigere pace als dat hij normaal zou doen. Dus we konden goed samen de wedstrijd lopen. Lekker smel! Ja, 5K! 18 minuten jongens, kijk. Lekker. Tijd voor een watertje. En nog een sponsje. En we kunnen weer verder. Love the crowd, little bit of cheering. We zijn net voorbij de 10 kilometer. We zijn op 3:30 pace ongeveer aan het lopen. En hier zo glaasjes water. Thank you. Taking the water. Still with Ben, still running, still going good. Kom maar, Versmel! Lekker bezig, Emiel! Kom aan, Versmel! Kom op! Oké, de halve en de hele marathon, die komt bij elkaar. Dus al deze mensen zijn nog een marathon aan het lopen. En wij zijn nu bezig met de halve, dus wij hebben nog meer energie. Dus veel bekertjes. We zijn weer bij de volgende post. En we lopen lekker door. Over de 15 kilometer, a lot of wind, veel wind. Maar ja, weet je, het is niet anders. Even genieten van de crowd. We zijn in het Vondelpark en ja, je ziet het. We moeten veel mensen inhalen, maar het is wel heel nice. De party is aan. Gaat dat goed? We zijn er bijna nog kilometer 4. Ik loop nog steeds samen met Ben en we lopen 3:30 comfortabel deze halve marathon. Ik kon goed genieten van het publiek en dat is ook niet altijd zo, dus op zo'n manier een wedstrijd lopen is ook wel heel vet. ...500 meters en veel mensen. Het was bijna tijd om in het stadion te finishen waar Trisha al mooie beelden aan het maken was. De laatste paar meters voordat we het stadion, het Olympisch stadion, ingaan. Stadion in. Ben heeft even een eindsprintje gedaan, die laat ik even zitten. Maar we gaan nu richting het einde en lekker gaan lopen. Niet te veel gepoest. Heerlijk, mooie schoenen. En de laatste 100 meter. En omdat ik als zebra verkleed was, dacht ik, ik loop ook even als een zebra over de finish. Leuke wedstrijd om te lopen. En ik kwam in 1 uur 14 minuten en 16 seconden over de finish. We hebben een doel met dit kanaal om 10.000 subscribers te halen voor het eind van dit jaar. Help me even mee en klik op subscribe. Dankjewel. Dat was alweer de wedstrijd, de halve marathon van Amsterdam. Super leuk om uitgenodigd te worden, dus hartstikke bedankt daarvoor. Trisha en ik hebben een super top weekend gehad en iedereen die de marathon heeft gelopen, heel erg gefeliciteerd. Het was een pittige dag, heel erg veel wind, dus mocht je je doel niet behaald hebben, wees niet bang, want andere dagen zal het echt wel een stuk makkelijker gaan. En voor iedereen die het wel gehaald heeft natuurlijk, hartstikke gefeliciteerd. Ik ben gelijk de auto ingesprongen om door te gaan naar mijn opdracht, want ik moest verder met de backyard filmen, dus daar ben ik heen gegaan. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken van de video. Over een week ga ik naar Kenia om daar 3 weken op hoogte te trainen en ik neem jullie mee via dit kanaal over hoe dat is. Like en subscribe en dan zie ik jullie bij de volgende video. Dankjewel.